wij zien jullie zo weer. Bij Rimini. Tot zo. Tot zo. Goedemorgen, wij zijn in de winkel broodjes halen. Ik ben met Marloes hier. Dus gaan we lekker brood halen. Ja, waar gaan we vooral naar kijken? Brood inderdaad. Ja, scheurbrood volgens mij. Of hoe heet dat? Scheurbrood vind jij heel lekker, hè? Ja. Dat is ook heel lekker. Ik hoop dat het niet al weg is, want soms is dat heel snel al weg. Ja, dat klopt. Dus dat wordt een beetje spannend, maar... Kijk, het ligt er nog, dus dat ga ik niet vertellen. Ja, is vast dan. Hier zo. Zo, hoe heeft het dan? Dit is wel wat groter brood dan die andere, maar ook scheurbrood. En dan is gewoon de helft. Ja, doe dat. Maar dat kan. Ja. Je moet van wat. Dan doen we dat lekker. En we gaan nu wat water mee nemen. Als je water mee, koud, is dus altijd en, lekker. Dan gaan we dit allemaal mee. Dus let's go. De kassa staat een hele lang. Ja, super lang. Wow. Dus daar staan we wel even. Dus wachten. Tot zo. We gaan nu terug naar de tent. En we hebben het spul mee. Marloes heeft ook lekker wat. Brood mee. En we hebben heel veel mee. Ja. En wat water, omdat het was bijna op. En we gaan vanmiddag volgens mij ook nog even boodschappen doen. En dan is hier achter mij de ingang. Hopelijk zien jullie een beetje. Het is een beetje lastig met heel veel aan de hand. Ja, zal ik het brood vasthouden dat je weet te filmen? Oh nee. Nee, dat lukt wel. Ze moeten gewoon gaan we hier dus door de poort heen. Ja, nou, dan film ik nu even alles. Ja, welke weg we lopen. Zo, en dan is hier de ingang en dan ga je hier langs. Helemaal rechtdoor. Hier helemaal naar achter toe. Maar je hebt verschillende routes. Ja. Hij is aan het opnemen. Nou, zo. En dan kom je hier op het kruispunt. En dan kun je kiezen voor de weg naar beneden. Die gaat naar... Het zwembad. Ja, en? Naar de strand. Ja, inderdaad. En daar is naar... De rest van de camping een beetje. Ja. Ja, dat, maar wij gaan naar links. En daar is ook nog wat. Maar... Ja. Dat is een vrij veld, dus daar hebben mensen geen plekken, maar er is gewoon een veldje waar je kunt gaan staan als de plek is. Ja, en hier is de wc, de douches, waar wij altijd, wat wij altijd gebruiken. Hier is voor de mannen, de andere kant is voor de vrouwen. Ja, heel dichtbij. En dan lopen wij hierheen. Ja, en dan staan hier rechts, daar staan allemaal vaste plekken. Dus aan deze kant zijn allemaal mensen die staan hier vast. Je kan hier rechtdoor of afslaan, omdat je hierheen gaat. Maar het is makkelijk hierheen. En dan kom je ook in de gang wat uit van ons. Dus dan zijn we nu even aan het lopen. Ja, hier beginnen de tenten al van Easy Tent. Ja. Oh. Ja, brood hè. Het begint al lekker warm te worden weer. Vind je niet? Jazeker. Ja hè. Nou, dan gaan wij naar de laatste tent. Hier kan je ook nog gaan, maar dat is iets onhandiger. Dus ja. Gaan bij deze. Nou, wij staan helemaal in het hoekje. Ja, en dat is op zich wel heel mooi, want we hebben lekker veel schaduw ook een keer. Toch? Dat is heel lekker. Dat is heel fijn. Nou, dan gaan we hier af. Zo. Nog tussen de tenten door. Heel misschien kan je de tent al een klein beetje zien daar. Kijk, en daar zijn ze al. Kevin is nu ook al wakker. Ja, Kevin is al wakker.
Wij zijn inmiddels weer net terug van het zwembad, waar we vanmiddag heerlijk hebben gezwommen. Ja. Het was wel weer heel warm, dus we zijn uiteindelijk begonnen aan het zwembad, direct aan het zwembad. En iets later zijn we richting het veldje gegaan. Daar een beetje onder de bomen. Was ook wel erg lekker, toch? Ja. Hoewel jij natuurlijk nog een paar keer hebt gezwommen. Ja. En wat ik in ieder geval nog eventjes wou zeggen is, gisteravond zijn we naar een café geweest hier met live muziek. Dat was wel erg leuk. Hij zag ik even nog. Yes. En het is in ieder geval de bedoeling voor ons om daar vanavond ook wel weer naartoe te gaan. Maar het was echt leuk. Een live band en veelal wel wat oudere gasten, maar op zich maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Het was hartstikke leuk. Zelfs Emma heeft nog gedanst. Ja. Vanavond doe ik ook mee. Ja, we hebben het zo leuk verteld dat Sanne zelfs meedoet. Sanne die wil zelf mee vanavond. Dus dat is een ja, maar alles wat ik vertel, als ik dit echt krak het in Kevin. Kevin was vanmorgen gebruikt, dus ik kreeg niet zo mee hoe leuk. Kevin die is zo lang uit geweest dat we... Sommige van ons zijn een beetje verbrand bij het zwembad. Of ik heb een beetje. En Sanne die is ook wel verbrand. Dat kan het is nog te vol te houden, toch? Ja, wel heel heet. Mee. Oké, gelukkig. Nou, wat we nu van plan zijn is naar een van onze meest favoriete restaurants ingaan, dat is Rimini. En we hebben daar geen reservering voor. Dus het is dan wel zaak dat je een beetje op tijd gaat. Althans, dat doen wij altijd. En we zijn natuurlijk nu ook met 6 in plaats van met 4. Dus dan wordt het misschien nog net iets lastiger. Maar meestal maken ze wel een plekje voor ons. En ik denk als we straks om iets voor 5 daar zijn, dat het nog wel meer valt met de drukte. Alleen daar moeten we weer de auto verpakken. Dus... dat gaan we zo doen. Ja. Heb jij nog een toevoeging aan de dag van vandaag? Ja, en we hebben lekker gewoon beter wat jullie hebben gezien. We hebben? Ja, gewoon beter met lekker broodjes. Ah, klopt. Ja, jij hebt natuurlijk vanochtend gefilmd in de supermarkt, het brood halen. Ja. En dat had ik zelf nog nooit eerder gedaan, dus dat is ook wel leuk. Kunnen mensen ook zien hoe dat gaat. Ja. En, ik vond dat je het heel erg netjes hebt gedaan, dus dat is hartstikke leuk. Nou ja, goed, en dat is het voor nu denk ik wel een beetje, of niet? Ja. Of zeg je van, dit wil ik nog wel even kwijt? Nee, willen jullie nog wat kwijt? Nee, op zich niet. Willen jullie nog iets kwijt? Moeten we nog iets kwijt? Kunnen nu nog naar het toilet? Kan ook gewoon. Even kleien. Dat is wel raar woord, hè? Kleien. Ja, ik weet het niet, ik heb wel wat gedaan. Toiletteren en poepen. Drie. Ja, zo noemen wij dat dan. Ja. Want wij zijn uit. Nee, ja, waar komen wij vandaan? Twente. Precies, dan zeggen wij. Maar ik was deze vakantie achter dat het zo was. Nou ja, dan houden we het gewoon bij toiletteren. Wij zien jullie zo weer bij Rimini. Tot zo. Tot zo. Wij zijn inmiddels aanbeland hier bij Rimini. Oude bekende. Een van de favorieten. En we hebben ons salade al gekregen, sterker nog. Sanne zei wel heel terecht, ze zegt misschien hebben ze dat 2 jaar niet gehad, dat je het zelf kon pakken in verband met corona en dat ze nu weer wel weer een saladebar hebben gehad. Dat kan. Maar je moet het dus nu weer zelf pakken. Maar goed, dat lukt wel natuurlijk. Kijk, heb ik daar zelf een salade op. Groene salade. Er lag wel azijn, hè? Mm-hmm. Heb je gezien? Nou ja, dan kun je er nog iets op doen als je wil. Dus we beginnen eventjes lekker hier met de salade. A la Rimini. Lekker fris. Mm-hmm. Dat is gewoon normaal menu. Het eten is gearriveerd. Daar worden we altijd heel gelukkig van. Ik heb de Schnitzel van Hawaii. Ga ik delen met Lisette. Met de pasta rustica. Pasta met kip en garnalen. Ja. En Emma, je mag het even zelf vertellen. Ik weet niet hoe dit heet. Chibapsisi? Ja, precies. 5 chibapsisi met saus en ui en wat lekker kruidige patatjes. Super kruidig en verschillende soorten. Slechte emmer. En Kevin, ik heb de zwijnenhakse. Thank you. Thank you. Ook een beetje een favoriet van Kevin trouwens. De zwijnenhakse heeft hij al vaker gehad hier. Sanne de cordon bleu. Ja, ik heb hem wel eens eerder laten zien. Ik
heb hem natuurlijk zelf al eens gehad. Schoolfilet met dillensaus en gebakken aardappels. Was die goed? Nee. Jongens, is smakelijk allemaal. Smakelijk. Ik stap het eerst. Is smakelijk. Oh, wat lekker! Een hele grote suikerspin. En nog heel veel koop, 25 koenama. 50? 25. 25 koenama, oké. Dat valt reuze mee. Het is heel zoet. Maar ja, het is een op. Ik ga nog even lekker zitten. Zijn jullie er al uit? Ja. Lisette en ik hebben allebei een wit biertje besteld. Samen bestelt nu een cocktail en Emma wou een iced tea, geloof ik. Maar hij is heel snel gedaan. Kijk, maar daar komt hij aan. Cocktail? Grote cocktail, Sanne. Jo. Thank you. Ja, mag dat? Je hebt een iced tea. Een iced tea. En can I have we zitten dus weer op hetzelfde terras als gisteren. En als het goed is, is er dus vanavond is er weer live muziek. Want ik heb de zangeres al gezien. Ja, ik denk dat hij ook avond hier draait. Maar dat is goed, want ze zong hartstikke goed gisteren. Trouwens, ik heb zelf een biertje. Jij gaat snel. En die is heel ongelukkig.